In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Ons doel is om iedereen in onze regio zo gezond mogelijk te houden. Wanneer u in Amphia wordt opgenomen, wilt u natuurlijk snel herstellen. Patiënten brengen vaak 75% van de tijd door in bed. Wanneer u naar huis gaat, zult u merken dat de dagelijkse activiteiten moeite en energie kosten. Hoe gaan we dit tegen? Met goede voeding en actief bewegen. Zowel voor, tijdens als na opname. Erg belangrijk is eiwitrijk te eten. Dat wil zeggen 1,5 tot 2 maal zoveel dan normaal. Dit is nodig voor onze spieren, organen, wondgenezing, weerstand en ziekteherstel. De meeste eiwitten zitten in vlees, vis, ei en zuivel, maar ook in pinda's, noten en peulvruchten. Geen grote eter. Om gewichtsverlies te voorkomen, eet vaker kleine beetjes, 6 of 7 keer per dag en kies slim. Begin eerst met vlees, dan pas de groenten. Neem dubbel beleg op brood en vaker een eiwitrijk tussendoortje. Wat dacht u van een handje noten, kaas of worst uit het vuistje of een beker zuivel extra? Door op uw eigen niveau actief te blijven, voor, tijdens en na opname, voorkomt u onnodig conditieverlies. Tijdens de opname is het beste om uw dagelijkse kleding en schoenen te dragen, regelmatig te gaan zitten in de stoel en te gaan wandelen. Bijvoorbeeld samen met uw bezoek. Tijdens uw verblijf binnen Amphia serveren we vanuit ons voedingsconcept eten met aandacht, proef de zorg, ontbijt, lunch en diner. Daarnaast krijgt u ook 3 lekkere, verantwoorde en eiwitrijke tussendoortjes. Gezond en aangepast op uw behoeften. Onthoud, bewegen en eiwitrijke voeding horen bij elkaar. Wij wensen u een voorspoedig herstel.